Zuid-Holland. En ik sta hier samen met aan mijn rechterkant Kees Egbert. Hij is fractievoorzitter van het CDA Nieuwkoop. En aan de linkerkant van mij staat Trudy Veninga. Zij is oud-wethouder van deze gemeente. En Trudy staat ook op de lijst van de Provinciale Staten samen met mij. Trudy staat op plek 22, ik sta op plek 4. Dus samen komen we een heel eind. Kees. Ja, nou, we staan hier aan de noordkant van Zuid-Holland. Prachtig gebied, Nieuwkoop, een gemeente die echt bekend is om zijn recreatie en toerisme. En hier staan we aan de Langerse Plassen, waarbij we aan een gebied staan van de Paradijsweg. De Paradijsweg wat natte kant, zoals wij dat hier noemen. En die Paradijsweg is de bedoeling dat die getransformeerd gaat worden naar recreatie en woning. Maar nu hebben we de provincie nodig. De tijd om te transformeren wordt vrij kort. De provincie zegt 1 april moet hier klaar zijn en dat wordt voor ons heel erg knap. Dus provincie, alsjeblieft, gun ons wat meer tijd, zodat we de bewoners en de betrokkenen kunnen belonen voor hun werk, wat ze hier aan hebben besteed. Trudy, jij hebt... Wat zou jij over dit gebied willen zeggen? De provincie heb ik leren kennen als uiteindelijk altijd een betrouwbare partner die een uitweg zoekt om toch iets voor elkaar te krijgen. CDA-fractie daarin en de gedeputeerden daarin hebben ons daarin ook altijd gesteund door constructief mee te werken, mee te denken en dingen voor elkaar te krijgen. En dan zie je gewoon dat het vertrouwen wat je in elkaar hebt en wat je opbouwt, dat altijd tot goede resultaten leidt. Nou, wat jullie dus vragen aan de provincie Zuid-Holland, geef even ruimte om met dat plan te komen. Geef ons de tijd om dat uit te voeren. Wat dat betreft heb ik er heel veel vertrouwen in dat we dat voor elkaar gaan krijgen. In ieder geval hebben jullie nu een punt gemaakt waarom de provincie nodig hebt. Ja. Want dat is vaak heel onduidelijk, hè, voor mensen. Het staat zo ver weg, het lijkt allemaal Den Haag, maar ondertussen is het natuurlijk wel, worden de beslissingen genomen die gewoon hier in dit prachtige gebied... Uitgewerkt. En zo kun je als landelijke partij elkaar steunen. We zeggen wel eens een lokale partij met een nationaal netwerk. In dit geval een lokale partij met een provinciaal netwerk. Ik weet in ieder geval wat jullie standpunt is. Ik garanderen kan ik niks, maar ik kan wel mijn best gaan doen. En dat ga ik in ieder geval doen. Heel veel succes. Succes hoor.